Die lichte vlekken geven aan dat daar meer warmte doorkomt. Deze vrijwilligers gaan voor dag en dauw op pad, gewapend met een zaklamp en infraroodcamera. Camera mee. Om warmtefoto's van huizen te schieten. Ja, dan gaan we voor de laatste drie. Op die foto's kun je zien op welke plekken de warmte uit je huis ontsnapt en waar dus isolatie nodig is. Je ziet de hele duidelijke lichte rand op de begaande grond, op de vloer zeg maar. Dat is bij de aanleg van de vloerverwarming niet helemaal mogelijk, niet helemaal goed gegaan. Als ze weten waar die lekken zitten, kunnen ze die lekken proberen dicht te maken. En het gaat dan heel vaak om kozijnen of om bovenlichtjes waar geen dubbel glas in zit bijvoorbeeld. De warmtefoto's worden 's morgens vroeg gemaakt als het buiten vriest. Ja, dat ziet er best goed uit. Zo is het temperatuurverschil goed op de foto te zien. De gevel is nog niet warm geworden door de zon, dus alles wat nu naar buiten komt is warmte van binnen. De bewoners is gevraagd om de temperatuur binnen op 20 graden te houden vannacht. Want dan krijg je maximale doorslag van de warmte naar buiten, zeg maar. Daar waar tenminste de lekken in het huis zitten. Er is veel vraag naar deze warmtefoto's. En uiteindelijk moet het schelen in de portemonnee. Gezien dat de energieprijzen heel erg omhoog gingen, dat er heel veel mensen in energiearmoede kwamen. Nou, dat is op zich natuurlijk geen fijn gevoel dat mensen hun stookkosten niet kunnen betalen. Nou ja. Dat is wel mooi zo. Het is wel kruip door sluip door om zo foto's van huizen te moeten maken, of niet? Af en toe wel. Af en toe wel. Met een getraind oog kunnen mensen zelf of met een adviseur in één oogopslag zien waar de warmte weglekt. We kijken naar patronen. Dus wat zien we? Welke vormen, welke kleuren zien we? Hoe groot is het contrast daarin? Waar komen de luchtlekken? Waar zit geen isolatie? En vooral ook, waar is het zinvol om iets te doen? Om extra te isoleren of verder te verduurzamen? Laten we eens kijken naar het huis wat we hebben bezocht. Dan zien we aan de onderkant gewoon de gevel heel erg oplichten. En dat is in ieder geval iets wat niet normaal is. Dus dan als ik naar de foto kijk, dan zou ik zeggen, daar is nader onderzoek nodig. En het zou heel goed kunnen dat hier gewoon een vloerverwarming zit, die aansluit op de buitengevel en dan gewoon de warmte weg laat lekken. Bij dit soort grote warmtelekken levert een oplossing flink wat op. Daarom is de warmtefoto populair. Maar wel één tip van de expert. Klein beetje uitleg hoe zo'n camera werkt en waar je naar kijkt is wel heel belangrijk daarin. Want anders trek je heel snel conclusies die eigenlijk nergens op slaan. Want wat je ook moet weten met zo'n warmtebeeldcamera, dan kun je de instellingen zo kiezen dat altijd de conclusie is dat elk huis afgebroken moet worden.